Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze video is een banger. Zorg ervoor dat jij bijblijft tot het einde van deze video. Als je deze video leuk vindt, laat een like achter, plaats een comment, deel dit met een vriend, abonneer en druk op de bel. Maar vergeet niet het allerbelangrijkste, zeg tegen iemand dat je van diegene houdt. Ik zie jullie de volgende keer weer. Ik denk... Ja, hij moet aan mijn rechterkant zijn. Ja, hij is nu rechts van je, maar dat is dus dat hek waar je net tegenaan keek, maar nu is het de andere kant. Dat hek kwijt. We moeten hier gewoon even naar beneden. Ja, waarschijnlijk. Ja, je kan onderdoor. Oh, ja, daar is die. Hey, welkom terug trouwens. We hebben hem gevonden. Oh. Die ook gevonden. Nou, dan komen we sowieso terug nog bij de... Want het was bij de merge. Nee, is voordat we naar de boot op gaan. Oh, dat is daar. We zijn nu bootfuel aan het halen, denk ik. Oké. Okay. Oh, kut. Ik heb een vogel gemist. Oh, nee. Ik dacht echt dat je die had gemist nog steeds. Er zit wel een explosief hier. Cool. Gunpowder. Echt ook nog heel wat items hier. Misschien moeten we even wat gun ammo maken ook. Eerlijk, ja. Weer zo'n kutslang. Je inventory zit ook best wel vol momenteel. We hebben een oplossing voor. Het is nog steeds heel erg vol. Vroeger deed het dus handmatig even. Ja, I know. Small key. Het kost ook heel veel space, zeg maar, om zo'n systeem te implanteren, zeg maar. Hè, hoezo? Wat was het? Laatst zag ik zeg maar zo'n video over game design. Ja. En het blijkt dus dat als jij wat was het? Zeg maar een save systeem, right? Dat je oneindig veel saves kan maken. Waarom deze deur van dat kost zeg maar heel veel, niet per se geheugen van je desktop of zo, maar het kost gewoon een heel systeem om dat te implementeren. Ja, je hebt precies een, weet ja. Alles. Oh, we gaan fuel halen. Oh, nice, dat is de bootview. Gelukkig is het een... En nu gaat alles fout. Nou ja, we moeten dus nu terug. Ja. En ik weet ook niet waarom deze deur op slot was. Je bent nu ook in een gesloten kamer, dus het gaat buiten vast leuk worden. Even goed herladen, ja. Shotgun? Dat heb ik gedaan. Ja, je hebt ook geen extra. Dat hier ook een explosief ligt, een storm over ligt. Ja. Die ladder toch? Oh, nog een Viper. We hebben nog ruimte. Hallo. Ik denk niet dat we genoeg ruimte hebben. Oké. Okay. Beetje kut is er maar 3 kogels. Nee, gaat die ladder weer. Welke ladder, deze? Ja, die. Zal het een quick route zijn? Nee, maar volgens mij is dit de bedoeling. Ja, het is wel een quick route. Oh, nice. Oeh. Een krat en tonnen die niet kapot kunnen. Ja, inderdaad. Het verbaast me dat je die tonnen ook kapot trapt, weet je. Oh, huh? Iemand is hier dood gegaan. Oh, hier zijn we. Oh, shit. Oh. Gewoon hoe je animatie dat deed, leek het alsof het op de trapwire ging. Ja. Shockeert me. Donde estas? Shocking. Oh man. Oh, loopt daar nog iemand? Oh, we zijn hier. Wat gezellig. Wait, is er nu een dude binnengelopen of zo? Area dude. Blijf nog even boven staan. Oh. Wait, what? Waar kom je even? Oh, we kijken recht op haar jurk. Dat was een beetje niet zo gentleman-like van ons. Ja. Ik ben ook geen gentleman. Is hier een ladder? Ja, ze willen wel naar boven klimmen. Ze lopen zo. Ik zou niet op hun focussen. Oh wow, ze lopen helemaal om. Ja, ze lopen net een ladder voor. Waar is die gast onder ons dan? Kijk, ze gaan helemaal naar boven. Ja. Ah, okay. We gaan deze mensen gewoon ditchen hoor. We gewoon. gewoon gejoekt man. Je vergeet niet. Oh, ze hadden 3 dingen in deze doos. Ja. En heel veel, het was geld gelukkig. Ik weet niet of we... Oh, oh shit. Ja, ik ben gewoon er voorbij. Hier is de ladder right aan het eind van dit pad. Yeah.
Ik weet ook niet hoe lang mensen me volgen. Trouwens. Je mag ze nog doodmaken van mij trouwens. Mag dat? Ja, als je ze hier bij de ladder stukt opraakt. Maar ik vraag me echt af van... Ah, mijn knie! Oh! Suplex! Oh. Suplex, B. Oh, je had ze even. Dus even, ik heb een auto eenmaal staan. Echt zo. Oh, nog één. Zie je, hij volgt gewoon dood nu. Hij richt altijd eerst op knieën. Goed, zo'n knieuw voor mij. Huh. Knieschijtjes. Altijd even die knieschijven pakken. Ik ga slapen. Oh. Je twitching. Hij is dood, hij is dood. Die andere bitches niet gekomen gewoon. Okay. Die zijn nog aan het beslissen of ze gaan springen of niet. Ja. Ik nou wel of niet naar beneden gaan. Godverdomme, shit. Die gast gaat steeds omhoog en omlaag. Het slaat nergens op. Oké. In de gestorte man. Die was naar beneden gevallen toch? Ja, kijk uit. Oké. De puzzel. En de blauwe medaille hier nog. Wil je dat we eerst save ook? Nee, de puzzel. Je krijgt er waarschijnlijk iets voor. Oh, we hebben er 2. Ja, je had er 2 nodig toch? Oh, je hebt er nog een nodig. Oh, moet je het nu draaien? Ja, dat moeten we straks doen. Oké, je hebt er nog 1 nodig dus. Maar waar die laatste is, ja, geen idee. Maar wil je dat we saven? Doe eerst die medaille dan. Ik weet niet of we een event triggeren hoor. Misschien, Nee, we triggeren hier nog niks. Want we hebben nog geen 5e medaille. Want die 5e is in de... Voor de merge. Oeh, fucking... You missed. Heb ik ooit de timer niet voorbij gegaan? Ja, de timer was net voorbij gegaan. Ik weet ook niet of we terug kunnen. Ja, we kunnen wel 4 deze. Ik zal wel even een nieuwe timer aan. Ja, zet jij eigenlijk een nieuwe timer aan, joh. Ik doe al 25 minuten. We zijn trouwens terug. True. We zijn nooit verplaatst, maar... Oh, sperma op de muur. Wat? Respect. Oeh, zwaar dit weer. Wil je die Vipers verkopen? Welcome. Ja, gelijk. Where would it? What can I do you for? Stond een beetje bovenaan. Your valuables won't do you much good in the grave. Hier, gewoon 1000 ook. En er stond nog maar 2, zie? Dus het is gewoon goed. Perfect. You're a real professional. Dus dat heb je nu gewoon gedaan. Well, well. Waarschijnlijk moet je nog een keer met hem praten dan, toch? Ja. Thank you. Wil je nog iets kopen? Nice. Ah, there we go. Wat is een spinel 4? Is dat... Oh, dat was het een wapen of een treasure die je kon verkopen. Het ziet eruit als die paarse dingetjes boven. Zie, we ja, dat zijn ook spinels. Ja, oké. Okay, we hebben er nu 7. Chill. Knowledge is power. Remember we hebben er nog 3 nodig, right? Voor dat ene ding. Wat wouden we? Wow, wat is dit? Dat heb ik al. Oh, die heb ik al. Ja. We willen deze. Want dat is gewoon... Waarvoor is die? Die is voor de Punisher. Dat is dus voor je handgun. Voor de Punisher. Voor de Punisher. Die zou dus handig zijn geweest net toen je miste op dit blauwe medaillon. Laat even in. Shade from Shade. Oké. Wil je nog eerst even dat medaillon ophalen? Of... Niet per se. Oh, ik wel. Gewoon zodat ik er vanaf ben. Maar we komen daar letterlijk weer naartoe. Ik vergeet het niet. Zoals Killer Camel ooit het zei, dit vergeet ik niet. Nee. Oké. In dat geval moet ik nog verder kijken op de site waar we nu zijn. Oh. 1 gold chicken egg. Oké. Area non-specified. Ja, het is random. Het is oost op het meer, staat er. Oké, dat komt wel goed. Dus dat is hier. Oké, boat fuel. Iets wat nieuw is trouwens in de game. Hier, dat komt weer daar zo. Dan weet je dat. Ja, we komen er zo op terug. Dat sta ik gewoon helemaal rechts. Oké, Adrian. Dit wordt hack. Ja, want we gaan achtervolgd worden. Met aim vond ik dit als kind al. Met aim.
gaat schieten terwijl je aan het sturen bent. Wow, dat was wel echt... Quality content incoming. Dit is echt shit. Er zijn de golven. Er komen echt best wel goede golven op de boot af, hè. Slechte kwaliteit game. Not immersed in all. Come on, game designers. Get with it. Ah, ik heb mijn arm verrekt. Ik had niet zoveel moeten fucking gisteren aan. Oh, wait, is dat monster hier? Ik was dat ding alweer vergeten. Dit was een slechte keuze van mij. Ja, we moeten dus hierheen, maar ook inderdaad. Hij heeft dus ook een afweging gemaakt dat dit slim is. Dat zal hem zo'n hagedis. Waar je vars opgeteerd. Nee. Het lijkt zo'n dikke grond salamander uit. Oh, oké, okay, ja. Dat is waar dat ding op lijkt. Als ik heel snel keer ben. Omdat hij op poten heeft. Oké, okay, wat? Ready for what? Oké. Okay. Van de boss fights in deze game is echt heel hard. Hoeveel harpoenen heb je? Te veel. The fuck? Infinite. Deze boot ligt van... Oh, shit. Oké, okay, we moeten dus straks iets doen waar ik heel slecht in ben. Dit soort controllers. Klikken. Zo, ja, wordt straks allemaal wel duidelijk. Dus nu gaat het best wel prima. Het is best wel Marco eigenlijk. Zo weer aan. Hij gaat naar me toe, denk ik, nu. Ja, je staat stil. Rood heeft health. Vroeger had ik health, maar nu heeft de boot health. Makes more sense, want jij hebt het in één keer opgeslikt. Geslopt. Je moet rijden. Denk het niet. Vroeger moest ik dus mezelf healen, maar nu moet ik de boot healen. Ga je de boot healen? Nee, dat kan wel. Het ziet er een beetje uit als een soort gimmick fight, moet ik te zijn, wat het ook is. Ja. Ik vind het wel vet, hoor. Ik vind het meer wel echt fucking klein nu. In Nederlandse term is dit een plas. Ja, nou het is vrij groot nog steeds. Nee. Zeg maar, weet je dat stuk water bij mijn huis? Ja. Dat is een plas. Het heet waar is die? Waar is die Edere? Daar. Zie je wat ik bedoel? Hij lijkt zo redelijk cool. Hij heeft fucking veel levens trouwens. Holy shit. Ik denk dat dit steeds in een andere... Als hij op je afkomt, dan ga je naar een andere punt van het effect. Want hij is agressiever. Je wil ze in zijn mond. Eerst was hij niet onder water, tot hij onder water. Had je trouwens laatst die... Ik had je die foto gestuurd van zo'n anime meisje dat de mond open doet. Wat zat er ook weer in? De Twin Towers. What the fuck? Hier komt de airplane. Hier komt de airplane. Inderdaad, ja. Oh, fucking stronk. Hij doet niet tegen een stronk. Ik denk dat het plaatje trouwens niet was dat zij een headshot. Ik denk dat ze trouwens in het plaatje niet, niet gevoerd werd. Maar, het is anders. Oh. Oh, ik heb hem gekild. Nice. Dan doe makkelijk. Hey. Pro gamer, oh jeez. Oh, wacht even. Wacht, ik was iets vergeten. Wat was je vergeten? Nou ja, vroeger was het dus een quicktime event dat mijn been vast zat aan touw, maar dat hebben we helemaal overgeslagen. Ja, is misschien ook wel beter zo. Ik wil eigenlijk zeggen dat we nu de eerste deel van de game hebben afgesloten. Dat was wel een ding van deze game toch, dat er te veel quicktime events in zaten. Het was standwoord. En hoe ze het like, zouden aanpassen, want zij hadden het like, geïnnoveerd als het ware. Maar nu zijn we klaar met part 1 of the game. Oké. Okay. Op de GameCube versie heb je echt 2 cd's. En we zijn nog lang niet bij de tweede cd, maar vanaf nu wordt de game ook wat grimmiger. Hoe bedoel je? Er komen mensen op je af met geitenhoofden, met een hamer. En hoe is dat niet grimmig? Dat is letterlijk waarschijnlijk een premise van een horrorfilm. Eigenlijk dat soort karakters zouden perfect zijn voor een horrorfilm. Of een soort purge event. Hoe ga ik verder nu? Gewoon wachten. Geduld. Oh.
Sacrificial lamb. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. Begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. Ik vind Lord Salazar stem niet zo mooi. Is dat de guy, Salazar? Grote baas. Dit is best een kind. Tim Cook, zeg maar, van Apple is hij. Had je hem nogmaals, zien? Tim Cook is geen had je die checkered vlag zien zwaaien van Tim Cook? Nee. Wat deed hij ook weer? Hij leek heel netjes. Ja, bij de Formule 1. Iedereen was like, waarom kan je niet gewoon zwaaien? Het leek wel of hij er geen zin in had. Ja. Betaalt de tering veel voor volgens mij om dat te mogen doen. Kijk, we varen nu deze kant op. Ja. Kunnen we nu überhaupt nog varen? Want het moest op het meer, toch? Ja. Oh. We gaan namelijk ook iets proberen. Maar ik weet niet of het kan. Maar we gaan gewoon de boot weer in. Je zegt ook dat we gewoon uiteindelijk terug gaan aan varen. Aan de kamps. Ja. Oh, het boot is on the roost. Nee, hij komt. Do you read me? Nee, maar legit, kijk naar de boot. Radio silent for 3 hours. Oh. Are you all right? Maar er ligt nog een boot. I'm fine. Echt? Ja, let it happen again. Yeah. The church? I'm still looking for whatever beter, key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Waarschijnlijk moeten we eerst het event hier klaar hebben. Ja, chapter vroeger kon je dus terugvaren. En als je dan terugvaarde, was er nog iets anders op het eiland. Want jij had het over hier. Hier, daar, ja. Dat schat. Maar dan moeten we dus... Oh, what the fuck? Er zit zelfs een gezonken boot hier. Oh, interessant. Oh, deze game... Ze hebben de game echt harder gemaakt, Adrian. Ja. Jij denkt, wat zal wel, maar... Maar we moeten dus een andere boot vinden nog. Ja, misschien moeten we er eentje kopen. Ja, maar dat is gewoon het gedeelte wat we hier moeten doen. Hier gaan we waarschijnlijk heel veel missen. Oh, kijk, de hoed. Kan je een hoedje dragen? Oh, het zou echt groot zijn geweest. Waarom doen ze dat niet? Nou, omdat het van een agent is die gemarteld is en onthoofd is. Okay. Ik ben trouwens met iemand weer, hoe heet het, It Takes Two aan het spelen. Oh, ja, dus we hebben het over onthoofde mensen en dan denk je aan... Nee, het deed me denken, zeg maar, in okay. Dat ijslevel kon je like hoedjes van die NPC's pakken en op je hoofd klopt, doen. Ja. Daarom. Ja. En ik kwam er dus achter dat ik heel veel achievements nog had gemist. Oh. En nu zit ik op 1 achievement nog te halen. En dan heb ik die game echt volledig uitgespeeld, weet je wel. Okay. Het is wel echt zo'n nice ding. Adrian? Ik weet niet of je dat kent, een game uitspelen. Ja. Het wordt nu spannend. Ja, vind je? Ja, we gaan een nieuwe mechanic in de game krijgen. Wat? Plassen in je broek? Plassen in je broek is niet een van de mechanics die we in de game krijgen. You sure? Ik denk dat best wel dominantie was. Ja. Oké, dankjewel. Shut the fuck up, Siri. Inderdaad, hou je bek dicht. Even kijken, we hebben een snipertje nodig. It is the boat. Doe op mijn houten waterboot. Doe ik de hele dag naar jou. Oké, ik hoor... Het lijkt wel of ik een priester hoor. Een priester? Of iemand is er iets aan... Meerdere mensen zijn iets aan het chanten. Oh. Ja, je wordt... You're getting crazy, man. Kan je niet bukken? Ja. Wat was het ook weer? Dat was het ook weer. Laat ik eerst even door al mijn wapens heen gaan. Het is ook echt... Het, zeg maar, je bent aan het sneaken nu. Ja. En dan heb je een fucking zaklamp aan staan. Dit ziet... Ja. Zag je dat? Ja. Nice. Parasite. Ja, basically Parasite. Het hele ding dus is dat er steeds mensen bewegen. Was dit ook gewoon de originele game? Ja, dit is dus letterlijk een ding. Ja. Oh, die had je wel goed gehad. Oh. Jammer dat die lijkt. Het hele ding van de game is dus... Iedereen heeft een parasiet in zijn lichaam. Ja, dat was duidelijk. En random gaat de game nu bepalen soms... Hé, er zit een parasiet in zijn hoofd die tot leven is gekomen. Of, ja, nou, in ieder geval... Like, verder dan die parasieten die eerst nog doodgaan dan aan het trempelen zijn. En nu zijn ze volledig volgroeid, als het ware. Ja, en de parasieten... Ja, het wordt later ook in de game uitgelegd, maar goed. Elke Resident Evil heeft een soort zombie. Ja. Dit zijn de Las Plagas. Ja. En ze maken... En er is één iemand, zeg maar... Er is één iemand te hosten. Yo, what's up, boys? Ik ben hier aan het rappen en het...
fucking... Eén iemand is dus de host, Christ, zeg maar de beheerder. En ja. Iedereen die zo'n ding in zijn lichaam heeft, die is gewoon niet meer de beheerder. Oh, nee. Wat een probleem is, want we hebben zelf ook zo'n ding in ons lichaam. Ja? Ja. Oh ja, we waren ingespoten. Door we zijn ingespoten, ja, inderdaad. Ja, that's what she said. Ik ben ingespoten. Maar, I've been creepy. Ja, dus we hebben een probleem. We hebben zo'n ding in ons lichaam. Ja, dus wat nu? Nou ja, dat is dus de vraag. Hoe gaan we dat oplossen? Gaan we hem eruit halen of gaan we ermee samenleven? Gaan we dat like... gaat de game ons... Ja, mijn vraag is nu, waar kwam de manga van Parasite uit dan? Oh ja. Want like, dat was letterlijk een Parasite moment daar. Dit was wel echt letterlijk een Parasite moment. Inderdaad. Ik heb het gevoel dat dat namelijk de jaren 90 of 80 manga is zelfs. Ja, kan wel kloppen. Of early 2000 ook rond deze tijd. Het is nog steeds een grote timespan, maar het is een bekend stukje Japans werk. Maar goed, ik wil dus vanaf nu heel erg opletten op headshots. What want je wil eigenlijk liever een headshot hebben, want dan gaan ze sneller dood en dan weet je ook of er nog iets in zit. Ja, oké. Okay. Dit is dus... ook allemaal nieuw voor mij trouwens. Waar gaan we dan nu heen? Like... Oh, what the fuck? Nee, het is de monnik. Oh, dit is de sleutel. Serieus? Denk ik. Mark from the church. Oh. Oh, ik kan het zien. We moeten hem even draaien waarschijnlijk. Oh, we moeten hem op die manier doen ofzo. Ja. Is this the key? Is this the key? Wait, what? De handjes moeten los. Maar we doen niks. Oh. Oh, er moeten tegels in ofzo. Hoe kom ik hier aan? Twee tegels, ja, die kom je vanzelf tegen. Kan ik nog ergens anders naartoe? Oh ja. Oké. Okay. Deze steen zal wel passen. The lake. Lake. Ah, the treasure on the lake. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Er is dus ook nog een andere lake ding die we moeten doen. Wat is? Dat is catch me a big fish. Ah, oké. Okay. Chill, om gewoon een grote vis dood te schieten. Ja, gewoon een grote vis. Ja, dat is prima. Old... Er is ook nog... Way Shrine Key. Ja, je zit in een boot. Ze wordt waarschijnlijk weer backtracken. We gaan dus nu naar de Village Chief Manor of zo. Ja, daar komen we later op wel uit. Sorry voor de spoilers. Egg Hunt. Oh, nice. Dat is dus die. Die willen we wel echt doen. Ja, die kan je gewoon ophalen voor iemand. Soms kunnen slangen eieren droppen. Want, logisch, kippen worden opgegeten zonder slangen. Oh, op die manier. Maar op die plek zit gewoon een vast ei waarschijnlijk. Ergens moeten we een ei vinden. Oh, we hebben een boot nu. Ja, we hebben een boot. Oké, okay, laten we het... Hey, what the fuck? We hebben gewoon twee missies. Locate Muriel. Daar ben je net voorbij gelopen. Church Key. Oh, dat was die demonic handen. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Dus gaan we een eitje ophalen? We gaan eerst het water op, inderdaad. Ja. Oh, hier zit ook nog een treasure. Ja, maar hier komen we terug zo. Locked drawer trouwens. Heb je dat hier al zat ook een treasure. Blijkbaar. Oké, we gaan eerst gewoon het water op. Ik ben wel heel benieuwd of er niet gewoon nog een keer een monster zit. Ja, maar we varen wel echt lekker hard, man. Je hebt weer infinite fucking hard doelen. En de game houdt trouwens van infinite. Als je de game uitspeelt, krijg je ook een infinite ammo wapen. Oké, okay. Ja, je hebt het al, cool. Ja, ik weet ook niet waarom ik het twee keer deed. 10 meter voor je hebt kapot gemaakt, dat heb je gewoon gezakt. Oké, ik heb het gevoel dat hier niet één iemand is, maar meerdere mensen. Dat zou me niet verbazen. Hond of zo. Oké, cool. Hoor, Alexandroid. What the fuck? Ja. Oké, klein humble momentje, Adrian. Ik vind het echt leuk dat we deze game samen spelen. Ja, vind je? Ja, ja, ja. Samen spelen? Hoe bedoel je samen? Jij speelt. Het klinkt heel... Hey. Wow! Mijn favoriete gun. Is dat niet de gun van Loop on the Third? Nee, het is de Red Knight. Maar dan hebben we dus niks meer aan die scope. Als deze beter is. Toch? Klopt. Maar je krijgt niet genoeg kogels voor deze, zeker? De gun heet... A powerful handgun. A large Red Knight is burned into the grip to prevent it from using from loading the incorrect ammo. Ja. Als goed, als we deze volledig upgraden, Adrian, ja, dan kunnen we hem net zo sterk maken als een normale shotgun. Nice. Maar kan je er gewoon handgun ammo dan in doen? Ja, maar we kunnen hem heel erg... Zeg maar, je hebt altijd een soort laatste speciale upgrade. Ja, maar je hebt ook bepaalde handguns, right, die like gewoon once instant kill zijn, right? Dat is... Nou, deze zal er
Maar sommige enemies wel daarvoor zijn. Oké, okay, naar rechts. Ja, we gaan hier naartoe, ja, toch? Ja. Want wat zit daar? Daar zit het gouden ei als goed is. Ga je nu nog goed pakken? Ja, ja. You sure? Nee. Nee, nee. Ja. Dat is goed, ja. Er zit ook ergens een merchant trouwens. Ik denk dat het... Oh, ja, ik denk dat die hier is. Kippen. Alle kippen, inderdaad. Oh, dus ze moeten een goud ei leggen. Oh, dan moeten we gewoon chillen met ze. Oh, fuck sake. Dat is wel goed. Eieren zijn ook maar dingen die we kunnen verkopen. Hoeveel eieren kan je überhaupt in? Oké, okay, cool. Oh, chicken done. Was easy. Done. Nice. Oké, okay, ze zijn redelijk chill. Gewoon, ja. Ja, ik heb jullie vriend net vermoord. Ja. Oké, okay, dan. Oké, okay, nou, nu nog een grote vis vinden, I guess. Oh, kippenvlees bestaat niet meer? Dat is niet belangrijk ook. Laat ze gewoon leven, joh. Nee, joh, weer gek. Jawel, want we hebben al het gouden ei. Zielen. Moet mijn superioriteit als mens laten zien. What about the vegans, though? Fuck the vegans. Oh, nice. Nee, niet fuck the vegans. Nou, ik vind legit, als je tegenwoordig vegan wil zijn, dan moet je dat echt lekker zelf weten. Nee, dat sowieso. Ik over het algemeen eet ik trouwens ook... eerder 1 tot 2 keer per week niet vlees in de week. Ik eet veel vlees, om eerlijk te zijn. Ja, mijn ouders maken vaak altijd wel een kipburger erbij of zo. Ja, maar gewoon een kipburger. Bedoel je dan dat je die avond 2 kipburgers eet? Nee, gewoon 1 kipburger, maar dan met de aardappels. Dat is toch prima? Ja, ik vind het een behoefte. Ja, ik hou zelf niet zo erg van de combinatie groente, aardappelen, vlees. Want dan is vaak vlees wel iets wat ik echt lekker vind erbij. Maar ik denk dat we straks die burritos gaan maken. Maar ik kan ook echt makkelijk vegetarische burritos maken. Trouwens, we gaan burritos maken. Oh ja, we gaan burritos maken. Echt wel lekker, hoor. Ik heb al een tijdje geen burritos gehad. Ik was laatst eens bij de... Weet het nou, heet het? Oh, puzzel. Ah, dit is de puzzel die normaal bij... Zou dit een puzzel zijn trouwens? Dit is de puzzel die normaal bij de church is. Oh. En we moeten een vorm maken. Maar je ziet dus, we kunnen niet zomaar... Oh, we kunnen wel zomaar overal naartoe. Oké. Okay. Ja, vroeger moest je dus echt daar moeite voor doen. Ja. We willen het Las Placas logo maken. Dus dat is deze. Deze en deze. Oké, okay, dat is fout. Ergens zien we waarschijnlijk het logo. Nice. Oh ja, maar ik was dus laatst bij... heet dat? Taco Mundo? Taco Mundo. Taco Mundo. En die hadden dus een burrito burger. Ik had per ongeluk een burrito burger besteld. En niet 1, maar 2. Ik had namelijk via de app had ik besteld. Ja. En ziet hij trouwens niet ook iets? En ja, die puzzel. Oh, je hebt ladders. En ik krijg mijn bestelling en ik ben thuis en denk, ik heb helemaal geen burgers besteld, maar ik heb gewoon niet goed gekeken. Ik had burgers besteld. Maar het is gewoon letterlijk een burrito naar binnen gevouwen in een ronde vorm als een burger. Ja, en dat was best lekker, man. En dan op een stukje brood? Nee, niet op een stukje brood. Volgens mij, ik weet niet of KFC Nederland heeft. Heeft KFC Nederland het? Dat ja, gele... dat die, ja. Oh, kijk, dit is een ding. Heeft KFC Nederland een burger die dan geen burger is, maar dan 2 chicken fry dingen op elkaar? KFC? Ja. Ja, volgens mij wel. Lijkt dat de buns van kip zijn gemaakt. Ja, mij wel. Ja. Ik was laatst bij de KFC, maar ik heb gewoon weer een variety bucket gehaald met wat mensen. Oh, het is die 3. Dat is die derde, ja. Oh, wat is dit dan? Daar hangt iets, een lamp. Oh, en dat is altijd een treasure. Kan je het openlaten? Ja, ik denk dat deze deur wel open kan. Ja, dat is dus waarom die puzzel moet doen. Oké, dus dan hebben we dat ding. Deze, die gekke driehoek. Ja. En wat is die laatste dan? Ga naar beneden, waarschijnlijk daar ergens nog. We hebben er eentje gemist, denk je? Ja, ik had hier pas door dat het een ding was. Dat ver. Dan zouden we hem hier moeten zien al. Ah, hier. Daar. Boot. Of water. Of ja. Dus. Water. Water. Deze. Ja, en die linker. Die linker? Ja, die linker. Deze? Nee, de linker. Deze? Ja. Ah, goeie. You're welcome. Wow, what the fuck? Ik ben autistisch. Wow. Wat moet je daarmee? Wow, oké. Dat is wel best wel creepy eigenlijk. Maar de treasures zijn wel echt cooler geworden in deze game. Ik bedoel... Het is allemaal... Oh, oké. Oh nee.
Hadden we maar niet 10.000 eieren. Ja, eerlijk, doe gewoon wat eieren weg, behalve het gouden ei. Zo. Het is wel mooi hoe die eieren gedaan zijn trouwens. Oh, de kut ziet beneden ook nog. Hé, hey, maar we kunnen dus stoppen. Ik vind dit trouwens, dit is misschien... Hé, hey, Lars. De laatste. Dit is volgens mij legit de eerste game ooit waar ik kan cancelen met een trap omhoog lopen. Dat is wel fijn. Ik vind dat echt quality of life. Het is gewoon zo'n ding die je nodig had. Oké, okay. Dus wat moet je hiermee? Nou, dit. En de ruby in. Chill. Oké, okay, nou dan hebben we dit puzzeltje gedaan. Ja, dat was niet echt een puzzel. Nee, was dat nog iets in kist daar? Een kist? Ja, toch? Nee, nee. Oh nee, het is een krat. Dat is toch echt heel anders, Edu. We hebben dus nu wel genoeg punten om die lasersight voor de Punisher te halen, maar dat gaan we niet doen. Nee, ik denk het niet. Want je wilt die andere upgrade. Ja, zeker, zeker. Ja. Oké, okay. Nou, we hebben nog een grote kist nodig. Die kunnen we ook wel even fixen. En al het andere wat je dit water kan. Ik denk dat er echt wel een grote kist te vinden is, inderdaad. Dat is wel het spel. Ik denk niet dat deze kist open kan. Oh, jawel, wat gek. Ik dacht echt dat je legit was voor een moment. Ja, hier naar rechts, hè? Zijde voor de vis. Slightly northeast of the boathouse. Dus dat middelste stuk. En dan een beetje tussen hier en daar, zeg slightly maar. Northeast of the boathouse? Ja, dat ding, denk ik. Wat is de boathouse? Ik denk... Dit is de boathouse. Is dat de boathouse? Ik dacht dat dat de boathouse was. Is dit de boathouse? Dit is de boathouse, letterlijk. Oh, nou, dat is dus ook... Dus zit het hier. Ja. Okay. Ik dacht dat het dat ding in het midden was, want dat is letterlijk een boathuis geworden. Nee. Hey, mooi geen verf. Wat, serieus? Met de verf. Dat is echt kut. Dat vind ik wel jammer. Waarschijnlijk omdat de animatie dan niet goed... Je doet het als Sander twee keer. Omdat je wel, namelijk dan nog... Het zou wel te maken hebben ook met de boss fight. Dat je het niet... Want als je te laag kan gooien, dan kan je het waarschijnlijk ook... Oh. Dan kan je het waarschijnlijk ook voor je poot gooien. Zullen nou, we gaan de volgende week weer verder vissen. Ja, wij gaan morgen. Even achievements hunten. En dan tot volgende keer. Later, doei. Oh, ik ga over mijn eigen golf heen. Wat cool. Doei.